Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Alsof het aanzicht al niet troosteloos genoeg was. En dan mag er ook bij Bernardus tegen FC Boshuizen niet met publiek worden gespeeld. Op een regenachtige zaterdagmiddag. Hier voor de dugout van FC Boshuizen zien we een oude bekende. Otman Appi Mujedine heeft gespeeld bij Alfse Boys in het eerste, zowel op zaterdag als zondag. Nu bankzitter bij Boshuizen. Het kan verkeren. Livestreamen, dat is de nieuwe realiteit. 33 kijkers, dat valt nog niet eens zo tegen. Voor een wedstrijd tussen twee ploegen die wisselend aan het seizoen begonnen zijn. Boshuizen heeft het volle pond te pakken na twee wedstrijden. Is dus gevaarlijk, met name voorin. Met een kans hier voor Roger Gordon. Een van die levensgevaarlijke aanvallers. De Leidenaren blijven op zoek naar het doel van Bernardus. Maar dit schot is ongevaarlijk van Gabbana. Een van de spelers die over is gekomen van de zondagtak van FC Boshuizen. Dat op een aanzienlijk hoger niveau speelt. Dit is Ibrahim Bashir, de linksback die een actie inzet. Geen probleem voor keeper Luc Enter. Hij houdt vooralsnog zijn doel schoon. Kijkt een beetje bezorgd, maar er is niet heel veel reden toe. Behalve dan dat Bernardus zelf nog weinig in de melk te brokkelen heeft gehad. De ploeg die vorig jaar vooral spelers kwijtraakte en er eigenlijk nauwelijks iets voor terugkreeg. Wel een kans krijgt via Kevin Kersenboom. Hij is terug in het elftal. Hetzelfde geldt voor Nordin Oudshoorn. Afwezig zijn Wesley van Tol en Simon Pet. Het is alleen maar harder gaan regenen ondertussen in Hazenswoude-Rijndijk. Als FC Boshuizen weer gevaarlijk wordt. Deze man die kan behoorlijk scoren, dat is gebleken. Staat al op 5 treffers na 2 wedstrijden. Rahim Sabah Abdul. Terwijl hier Bashir terugkeert in het veld na een blessurebehandeling, ontstaat er een mogelijkheid voor Bernardus, maar die wordt om zeep geholpen. Dat is bijna nog knapper dan een binnenschieten. De mogelijkheid was voor de spits van Bernardus, Sven de Boer. Nog altijd 0-0 in het duel tussen de nummers 12 en 10 van het vorig seizoen. En hier een afstandsschot waar Enter zijn hand nog net achter krijgt. In het boekje genoteerd. Een van de weinige mensen die het mag gadeslaan aan de kant. Terwijl hier een mogelijkheid ontstaat voor Bernardus. En daar komt dan de openingstreffer. Nee. Het scheelt niet veel. Maar Sven de Boer schiet net naast. En dus zijn de eerste 45 minuten verstreken. En staat het nog steeds 0-0. Maar daar zal vooral FC Boshuizen behoorlijk ontevreden over zijn. Die ploeg gaat door waar het gebleven is met aanvallen. En nu wordt er ook daadwerkelijk gescoord door Roger Gordon. Hij maakt zijn tweede van het seizoen. En brengt daarmee Boshuizen op een verdiende voorsprong. Want voorlopig zijn de Leidenaars beter dan Bernardus in dit duel. Hoogste tijd dus voor de thuisclub om daar wat aan te gaan doen. Bernardus speelde de openingswedstrijd tegen Woubrugge. Die wedstrijd werd gestaakt na een blessure bij de tegenstander die met een ambulance van het veld af moest. En vorige week werd er gelijk gespeeld thuis tegen, of beter gezegd uit bij MMO. Als er weer een gevaarlijke kans ontstaat voor Boshuizen, nu via de rechtsback Ayoub Hamdi. Dit is Ron Paling, de trainer sinds halverwege vorig seizoen bij Bernardus. Was daarvoor oefenmeester van NSV 46-2 en volgde de weggestuurde Gerald van der Klok op. FC Boshuizen bouwt op, maar dat gaat mis bij de captain Jurrien Winter. En dan wordt er geprofiteerd door Jeffrey van der Heijden. Hij maakt zijn tweede van het seizoen. Scoorde ook in die wedstrijd die gestaakt werd tegen Woubrugge. Dus staat hij eigenlijk virtueel op 3. 1-1. Hoe dan ook. En de aanvoerder van Bernardus reageert alert op die flater van Winter. Die dit zeker niet terug zal willen zien. Aan het afronden mankeert niks. En dan is het zomaar gelijk. Dan kan Fenno Blikman er niks aan doen. De keeper met een apart tenue aan, zou je kunnen zeggen. FC Boshuizen moet weer in de aanval gaan. Wil het met winst van het veld afstappen. Maar Enter heeft hier het antwoord op. Ook al blijft die blik behoorlijk bezorgd. Langzaam maar zeker komt er iets meer schwung in het spel van Bernardus. Dat hij hier een hoekschop aan deze aanval overhoudt. Opgelet met lange mensen voorin. En met een kans en met een goal of niet? Het antwoord is nee. Of toch wel?
feest gaat hoe dan ook niet door, want er zou hens zijn gemaakt door Nicky Voor van Rijn. De enige aanwinst van buitenaf die naar Bernardus is gekomen, afkomstig van Voorschoten 97. Geen doelpunt of de bal nou wel of niet over de lijn is geweest, want vanwege hens dus afgekeurd. En geen 2-1 voor Bernardus. Na lang beraad. Dus nog steeds geen winnaar in Hazeswoude Rijndijk. Maar Bernardus dringt wel weer aan. En komt hier dichtbij met Kevin Kersenboom. Maar die vergeet een heel belangrijk ding. Namelijk te schieten op doel. Weer de thuisclub met Kersenboom die los lijkt. Goeie verdedigende tackle van Hamdi. Maar weer krijgt Hazeswoudse Boys een corner. In dit geval levert het niks op, maar is er wel weer dreiging voor het doel van Bernardus. Dat kunnen ook de scouts en de analisten noteren. Het ziet er een beetje knullig uit achterin bij Boshuizen. En dan is het profiteren geblazen. En wel door Sven de Boer. Mikte een paar keer mis tot nu toe. Maar 2 minuten voor tijd lijkt hij de matchwinner te worden. Na slecht uitverdedigen in de Leidse defensie. En dan wordt er gevlacht door de assistent scheidsrechter, de clubman van FC Boshuizen voor buitenspel. Dat wordt niet geappelleerd door de scheidsrechter, Hein Visser. En dan fraai afgewerkt, dat moet gezegd, door de Boer. En het lijkt er ook op alsof hij geen buitenspel stond. Ondanks protest van FC Boshuizen. En dus gaat Bernardus vlak voor tijd met de winst aan de haal. Het boekt een 2-1 zege op FC Boshuizen. En over de manier waarop heeft over een week helemaal niemand het meer. De wedstrijd was een beetje rommelig af en toe. Balbezit vond ik dat we te weinig brachten. Te statisch. Daarentegen achterin gaven we bijna tot niks weg eigenlijk. We hebben eigenlijk ook één of twee kansen weggegeven. Ja, en dan is de pech dat je op 1-0 achterkomt. Maar ik vind zeker de veerkracht van mijn elftal geweldig. Vorige week 1-0 achter, pak je toch nog een punt. Vandaag 1-0 achter, pak je 3 punten. Dus ja, ik ben alleen maar super trots op die jongens. Ja, dan voor het eerst volgens mij zonder publiek. Ja, dat is wel een beetje jammer. Dat is een beetje de entourage is er niet. Maar de spanning van de wedstrijd voor een trainer is altijd, die heeft toch niet zoveel andere dingen als zijn hoofd dan. Dus 3 punten en super blij. We hebben nu 2 wedstrijden gespeeld, 4 punten. En hebben we Woubrugge nog een half uurtje te goed. Stonden we op 1-1. Dus we mogen niet klagen met Bernardus. We hebben aardig wat mutaties gehad natuurlijk in de zomerstop. Dus we zijn hier jongens vertrokken. En we hebben het aardig op kunnen vangen met eigen jeugd. Dus, en het draait lekker. Dus dat is ook wel. Alle neuzen staan de goede kant op. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.